vandaag onderweg naar Tongeren, want wij gaan in Tongeren slapen. We gaan een weekendje naar Tongeren. Vakantie in eigen land. Kijk je er naar uit? Yes. Dat is goed. We gaan, het is nu 5 uur bijna. We gaan eerst naar een soort beachbar aan het kanaal, wat retro Felix of zoiets noemt. Een van mijn volgers had dat doorgegeven op Instagram. En daarna gaan we pas inchecken in het hotel. En daarna gaan we ook nog eten, waarschijnlijk bij Intermezzo. Omdat dat ook heel veel mensen hebben doorgegeven. Dus we zullen zien als er plaats is. Hey you, can get you off of my mind. Are you still thinking about me out tonight? Call me, I'm waiting on the other line. I'll be hurt before, lied and cheated on. Hi. Chic, hè? Heel chic. Ja, dat is wat moeite, hè, deze tijden. Ik heb ook mijn masker. En we gaan nu terug naar de auto en dan gaan we naar ons hotel. We slapen in het Eburon Hotel in Tongeren. Dan gaan we 2 planken overvallen. Jij precies wel, ja. Je loopt in het midden van de straat. Er komen toch geen auto's op dit ding? Jawel! Wat is dat? Oké, we zijn ondertussen aangekomen in ons hotel in Tongeren. Ik weet niet of ik dat al heb gezegd, maar we slapen in het Eburon. Ik denk dat je dat zo uitspreekt, toch? Eburon Hotel? Ik ken alleen de naam van de pralines. Niels is echt de pralines van bed al, allebei aan het opeten. Zijn ze lekker? Finest Belgian pralines. Oké. Okay. Oh, de rest is overbodig. Belgische pralines. Oh god, als mijn chocolade is. Nee, maar we waren wel heel aangenaam verrast toen we de kamer binnenkwamen. Het is echt gigantisch groot, echt niet normaal. En we hebben een bad. Je weet wat dat wil zeggen, badje vanavond. Ik kijk er al super hard naar uit. Ik ga jullie nu een rondleiding geven. Oké, hier kom je binnen. Is de deur, een vestiairekast. Hier is, wat is hier? Oh, een kluis. Oeh, badjassen, Niels! En slippers. Oh, hier is de minibar. Oh, cava. Er is een hele fles cava. Woep woep. Dan komen we zo. En het eerste wat je ziet is dit. Dus echt super impressionant. Echt heel tof. Dan hebben we hier een soort bureau. Waar je aan kunt zitten. Hier hebben we ook nog een klein leestafeltje. Zetel. Echt een hotelkamer met zo'n zetel. Dat is echt gewoon gigantisch. Hier hebben we een koffiebarretje. Ook een chipske. En thee zie ik ook. Dus dat gaan we deze avond denk ik wel drinken. Koffie en thee. In het midden van de kamer heb je dan het bed. Echt een super groot, zacht en zalig bed. De tv is hier. Met nog stoeltjes. Er zijn overal grote ramen. We hebben ze niet allemaal open. Oeh. Niels was op het toilet blijkbaar. Hier hebben we het bad. Oh, zalig. Hier ga ik echt straks in, hè. Echt super. En hoe was het toilet? Ja, ik heb hem geplast. En was het goed? Ja, ja? Het was erin, niet ernaast. Dat is flink. Dus hier hebben we het wc afgesloten, deur. En dan gaan we terug hier rond. En hier hebben we de lavabo met haardroger, spiegel, hey. Hier een full length mirror en de douche, een gigantische regendouche, echt super tof. Dus ik ben aan het twijfelen, ga ik straks douchen of een bad? Nou, ik gok dat het bad gaat worden. Wat? Chips. Als het maar eten is, hè, meneer. Eten? Ik ben excited over de cava en jij over de praline en de chips. Niels heeft zich al helemaal at home gemaakt. Hij heeft het nieuws opgezet. Hij is aan het chillen op het bed op zijn gsm. Terwijl dat de vrouw hier zit te wachten om te gaan eten. We gaan
hopelijk als er plaats is, want we hebben niet gereserveerd bij intermezzo eten. En anders, ja, ik ga iets anders zoeken in de buurt. Maar we vinden sowieso wel iets. We moesten ook die keycard meenemen, hè, niet? Ja. Ja, oké. Okay. We gaan ons terug op de straat begeven. Dus, mondmasker check. Waar is uw mondmasker, vriend? Op bed, maar ik ben... Wat zou je het gaan doen? Zien wat ik de airco aan het zoeken. Goeie vraag. Het is tijd voor een bubbelbadje. We hebben hier badjassen. Zelfs sloefjes. Amai, waar ik super blij om ben, zijn dat maten of nee? Maar deze zien er vrouwelijker uit, dus ik ga die pakken. Jij mocht die. En we hebben bubbels erin gedaan met zo die bellen dingen. Jij, super tof. We hebben trouwens echt lekker gegeten bij Intermezzo. Intermezzo noemt dat. Was lekker. Ik had spaghetti vongole, jij penne toscane of zoiets met tomaatjes en pesto. Dat is wel niet de beste vongole die ik al heb gegeten. Maar ik moet zeggen, ik eet wel heel veel vongole op heel veel plaatsen. Dus ik heb ook wel zo echt mijn favorietjes. Zoals Giuliano's. Maakt echt de beste vongole en daar kunnen niet veel mensen tegenop. Dus, maar het heeft me wel heel goed gesmaakt. Dus ik ben wel blij. En nu gaan we dus genieten van ons badje. Wij liggen ondertussen in het bedje. Hey. We hebben genoten van een heel fijn badje. Super leuk. Ja, echt heel tof. Ik mis dat toch wel echt, een bad. Maar daarom is het wel fijn om zo weekendjes te doen. En zijn je moe? Ja, sorry, ik moest juist geven. Dan is het wel leuk om zo weekendjes te doen en een kamer te boeken waar we een bad in hebben. En dat ik dan wel extra kan genieten van zo in het badje te gaan. Vind ik echt super leuk. Ik had een leuke dag vandaag. Ik ook. Ja? Fijn. Echt? Nu weten we tenminste voor wat de Ambiorix staat. Ja, voor wat? Weet je het nog? Het kan fictie zijn. Heeft Ambiorix wel echt bestaan? Zoek het op Wikipedia. Ja. Staat erin, hè? Ja, maar voor wat staat Ambiorix? Over de koning van de Galliërs. Gallia. Wat? Van de Romeinse shit. Ja, Gallia. Zoek okay. Dat op, hè, op Wikipedia. Ja, en die vochten een tegen de van, Romeinen, een hè? Een van Duitsland, Nederland en België gevochten tegen Julius Caesar. Tegen de Romeinen dan? Ja, dat zijn de Romeinen. Het onze lieve vrouw kathedraal of zoiets, staat er al vanaf 1240. 40. Ja. Vink het aan. Ping. Erik van Looy is al trots op mij, zei. Hier zijn we de geschiedenisman. Ping. Nee, dat was echt heel fijn. We gaan nu, als deze voetbal gedaan is op tv, want meer is voetbal aan het kijken, gaan we slapen. En dan zien we jullie morgen vroeg terug bij het ontbijt. Slaap wel! Ja, zeker dat we nog een film gingen zien. Slaap wel! Nu nog, het is 10:30. Nee, slaap wel. Goedemorgen iedereen. We zitten ondertussen aan het ontbijt in het hotel. Het is echt een super mooie ontbijtzaal. Echt super ruim aanbod. Alles is natuurlijk nu wel zo op aparte bordjes per tafel. Dus je kunt niet zomaar alles van het buffet pakken met coronatijd. Maar het is wel echt super goed gedaan. Ja, we zijn al... ik heb een schaal hier liggen nog. We zijn al volop aan het eten, dus excuse the mess. Maar dit is ons ontbijtje. Daar is mijn baby. Mes aan die kant van de tafel. Ja, dat is wel. Ik heb hier zo eierschillen liggen en half broodje. Is het lekker? Ja?
En dan is dit de ontbijtzaal. Super mooi. En hier is trouwens, denk ik, 's avonds Isaki, waar je sushi kunt eten. Dat is wel echt super tof. En Isaki is mijn favoriete sushiplaats in Hasselt en dus van hetzelfde. Dus kan niet anders dan super goed zijn. En? Broodje salam. Welke salam? Ik heb alles alleen opgegeten. Ik heb wel geen salam. Chicken. Ik denk dat. Niemand. Dat wel nog. Maar nu zitten wij hier nog alleen. We kwamen om 10 uur ontbijten, maar je kunt hier vandaag tot 12 uur ontbijten. Dus. Ja, daar zijn we. Het was wel scherp. Oké, wij zijn. Maar ik ruik naar de toiletspray. Wij zijn ondertussen terug thuis bij onze katjes. Daar is één. En de andere. Ik denk dat die in de dingen ligt in het bureautje. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. Ik heb ook 15% korting als jullie graag bij eBuron in Tongeren willen boeken. Ik zal hieronder alle gegevens zetten. Mijn kortingscode, de link waar je kunt boeken en de code kunt ingeven. En dan kunnen jullie dus genieten van 15% korting op uw verblijf. Dat is goed, hè. Dat is vies goed, hè. Is geen kattenpis, denk ik. Echt geen kattenpis. Nee, het was echt wel heel leuk. Dus als jullie dat ook vonden, thumbs up. En dan zien we jullie snel weer. Doei!